Tandenborstel, schoon ondergoed, laptop. Ja, ik heb alles en ik ben geen kind meer. Nou. Ik ga bovendien maar een paar dagen weg. Oh ja, natuurlijk. Nou, amuseer je kostelijk, alsjeblieft. Oh, bij de Europese top van landbouwministers? Nou, dat wordt een dolle boel hoor. Voetjes van de vloer. Nou, profiteer er maar lekker van. Ja, zeg, doe Sander de groeten. Willen wij. Oh, mam, mag ik alsjeblieft geld voor een nieuwe mobiel? Lieverd, daar hebben we het er uitgebreid over gehad en ik moet nu echt weg. Maar alsjeblieft. Willemijn, je hebt zakgeld. Als je een mobiele telefoon wil, dan moet je er maar één kopen. Kun je ook eens beter op je spullen passen. Mam, ik moet nu een nieuwe mobiel. Ja, dan moet je maar niet telefoneren terwijl je met de voetbalwedstrijd bezig bent. Ja, nou, ik was de keeper. Nou, of was je de scheidsrechter? Wie moet je het zeebels dan bellen als je midden in de wedstrijd? Nou, de andere keeper. Ach ja, dom van mij. Ja, nou, zij had ook niks te doen. Ze had ook niks te doen. Totdat jij die keiharde poeier tegen je lijf kreeg van die linksbuiten. Ja, nou... Dat was volkomen onverwachts. Ja, omdat je stond te telefoneren. Nou, dan hoeft zij toch nog niet met een logge poot op mijn mobiel te gaan staan? Nou, ja. Ziet dus wel kapot. Eigen schuld, dikke bult. Och. En Rob zou me bellen, maar ja, dat kan nou ook niet. Ah, ja, Rob, de prachtige tennisgod. Heb je nou weer een ander? Nee, opa, dit is de enige echte. Mam, ik moet echt nu geld. Het duurt tijden voordat ik gespaard heb voor een nieuwe. Dit is echt een crisis. Ja, wie weet overlijdt die andere keeper uit eenzaamheid, hè? Ja, of Rob. Ja, zoek het maar uit. En niet de hele dag op de huistelefoon bellen, want we zijn dagenlang onbereikbaar als jij aan de telefoon zit. Dit is zo vernederend. Ja, nou, het zal wel. Dag, lieverd. Dag, papa. Oké, amuseer je. Veel plezier, hè. Dag. Ja, en nou? Wat? Ja, zonder mobiel heb ik geen sociaal leven. Ach, zeg, Sander, kom jij eens even terug, alsjeblieft. Wie, ik? Nee, die andere Sander is nou goed. Oké, ik zal hem even vragen. Sander! Wat nou? Wat is dat? Wat? Oh, dit. Dit is Boefje, lief, hè? Boefje? Boefje. Ja, Boefje. Ja, hé, hey, Boefje, zeg eens hallo. Zeg eens hallo. Hallo, Boefje. Boefje, zeg eens dag. Dag, Boefje. Dag. Sander! Ja, opa, ik moet hem even mijn kamer laten zien. Wie moet je kamer laten zien? Dat zeg ik net, Boefje. Ja, je moet een beetje bij de les blijven natuurlijk, hè, Rogier? Waar ik nou de hele tijd het gesprek naartoe probeer te manoeuvreren is... Ja. Wie is het en wat doet hij hier? Dit is Boefje. Het is een labradorpup. Kijk, Jopie heeft Boefje gekocht voor zijn zoontje. Die is eerder jarig, over een paar dagen. Maar zolang moet hij verborgen blijven, heb ik gezegd... breng hem maar zo lang hier. Oh, dus je wist ervan? Wat heb ik jou dat niet verteld? Potverdorie, sorry hoor. Nou ja, dat geeft niks. Zeg, jij bent verantwoordelijk, hè? Jij zorgt dat hij zich gedraagt, die Boefje. Ja, zal ik doen. Oké. Zeg, ik heb de oude mand van douche heb ik op je kamer gezet. Dan kan hij dan in slapen. Ja, oké, hartstikke bedankt. Zeg maar dag, Boefje. Ja, dag, Boefje. Dag, Boefje. Oh, kijk, daar hebben we een ander Boefje. Goedemiddag. Dag, Jan. Wat is er met jou aan de hand? Met mij? Niets. Hoezo? Je bent totaal ongeschonden deze keer. Ja, inderdaad. Dat maken we niet vaak mee dat je zo binnenkomt zonder pleisters of verbanden. Ach, dat valt best mee, toch? Nee, dat valt helemaal niet mee. Nou, misschien ook niet. Maar is Bella thuis? Nee, is net weg. Is 5 minuten eerder was geweest. Oh, ik zou haar dit teruggeven. Nou, joh, leg maar neer. Dat breng ik zo naar de kamer. Nee, ik kom terug. Ach, wel nee, daar zorgen wij wel voor. Ga nou dat lekker zitten. Wat is het eigenlijk? Wil je een kopje koffie? Niets. Ik heb hem gewoon beloofd dit persoonlijk terug te geven. Van waar die geheimzinnigheid zegt. Ze is ook niet ingetreden bij de BVD of zo? Ach, nee, natuurlijk niet. Hé, hey, opa's. Hebben jullie misschien wat eten voor Boefje? Hé, hey, Johan. Hé, hey, dat is een hond. Ja, wil je hem aaien? Oh. Nee. Laat maar. Hou je niet van honden? Nou, het is meer zo dat ze niet van mij houden. Ik ben vroeger eens gebeten door een zwarte hond. Zeg, je gaat me toch niet vertellen dat je bang bent voor zo'n snoezelig, poezelig puppy? Oh, ik ben helemaal niet bang. Ah. Je hoeft niet te schrikken van ze. Ze schrikken meer van jou dan jij van hun. Ja.
Hij is hartstikke lief. Hey, had je nou wat eten voor hem, opa? Ja, natuurlijk. In de bijkoker staat hondenvoedsel. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. En wanneer is Bella weer thuis? Koud, staal, heet, verlangen en psycho-erotische schrillen door Bella van Kleef. Hey. Bella heeft een boek geschreven. Ik mocht het jullie niet laten zien. Ze vermoordt me. Ach, hoezo? Ik weet natuurlijk alles van dat boek af, hè? Oh ja? Ik ben tenslotte een vader. Nou ja, ik dacht omdat ik een afspraak... Nou ja, laat maar. Kom maar lekker eten. Hou hem alsjeblieft vast. Hou! Nee, los! Los! Als jullie dat aan Bella willen geven, ik ga weer. Los! Maak je geen zorgen, we zullen zo dat het boek krijgt, hoor. Zeg, wat heeft Bella jou over het boek verteld? Specifiek? Niks. Dus niks? Heel specifiek niks dus. Ja, nee, niks, dat zei ik al. Ja. Zeg. Ja. En dan verraadt ze mij niet eens dat ze zoiets schrijft. Houdt ze dat geheim voor de vader? Nou, wat? We gaan er niet in kijken. Nee. Nou, wat? Ben jij niet benieuwd wat erin staat? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Je hebt gelijk. Nee. Van de andere kant, kijk, die deur staat open. Er kan wind zijn, hè. Ja. Waar je die blaadjes op de grond, die kan je niet laten liggen. Ja, en weet je wat het is als je die blaadjes weer opraapt? Onwillekeurig zie je toch een beetje wat erin staat. Ja, dat zit er dik in, hè. En trouwens, maar je zit er heel goed vastgebonden. Ja. Kan eigenlijk eens... Ja. Ach, wat onhandig ben ik toch? Maar wat stoppies, hè? Kijk nou toch, zelfs zonder wind. Maar wat niet is, dat moet, hè. Ja, blazen maar. Blazen, er staat zo weinig wind. Zo, alsjeblieft. Dan kunnen we ze allemaal oprapen. Laat mijn sok los. Hey, Boefje, los nou. Boefje, los. Kijk eens, Boefje, nog een sok. Hey, wacht even. Wat kom je doen? Mag ik je mobiel lenen? Ja, toch. Als ik jou mijn mobiel geef, krijg ik hem nooit meer terug. Krijg ik een waanzinnige rekening. Nee. Wat zei je, Freek? Nee, maar ik gebruik mijn eigen simkaart. Dat kost jou niks. Alleen voor vanavond, alsjeblieft. Want ik heb met vriendinnen afgesproken in de stad. Ja, dag. Je moet dan toch alleen. Hè? Dat is die van jou. Ga lekker e-mailen of zo. E-mailen is niet hetzelfde als bellen, Sander. Sander! Hé, hoe gek zit te praten, man. Hallo? Freek? Shit! Mag ik niet één klein, heel kort, mini gesprekje? Nee. Een sms'je? Nee. Nou, maar ik moet! Nu! Doe normaal, gek. Weet je dat er trouwens afkikprogramma's zijn voor mensen zoals jij? Maar Sander, alsjeblieft. Trek het niet meer. Ik moet echt heel even telefoneren. Heel even maar. Kijk nou. Ja, oké. Ik geef je 1 minuut. Anneliek, met Willemijn. Kan je me heel even thuis bellen? Ja, gewoon thuis, niet op mijn mobiel. Oké, doei. Nou, voel je nou weer beter? Veel beter. Allemachtig, zegt die Bella, weet wel hoe ze een spannend verhaal moet vertellen. Ik zie die gewoon met rauwe oren. Dat is echt heel goed, alsjeblieft. Ja, wat nou echt? Nee, begrijp nou dat ze dat boek aan iedereen heeft laten lezen, niet aan mij. Hoezo? Is jou niks opgevallen? Nee, wat? Dit boek gaat over mij, die crimineel. In dat boek, dat ben ik. Ach, kom, dat is toch... Ach, ben je nou gek? Dat is helemaal niet maar waar. Luister nou toch, die hoofdpersoon in het boek is een gewezen hoogleraar. Ja. In de natuurkunde. Goed. Ja. Hij heet Roland van Kreeft. Hey, word je wakker? Ja. Hij is hoogbegaafd, maar daarnaast ook nog arrogant, eigenwijs en corrupt. En dat ben jij. Nou, dat is niet grappig, Willem. Nee. Kijk, het is gekend dat schrijvers putten uit hun eigen omgeving, hè. En Rogier van Kleef, Roland van Kreef. En hier. Maar in de 82 rijdt hij expres over de kat van de buren. Oh, dan wil je niet weten wat hij op bladzijde 91 doet. Kijk. Ja, wacht even. Hier. Zo. Goedendag, zeg. Maar dat is afschuwelijk. Oh, professor van Kreef had er helemaal geen moeite mee. Maar zulke dingen schrijf je toch niet over je eigen vader? Dat doet ze ook niet. Bella heeft... Die schrijft over fictieve figuren. Ja. En één daarvan is toevallig die professor van Kreef. Ik ben Roland van Kreef, Willem. Oh, dus die avond met die strippers was echt waar? Hè? Nee. Nou, waar maak je je dan druk over, man? Ah, je hebt makkelijk praten. Jij komt er weer goed vanaf, hè? Ik? Ja, waar had ik dat net? Alsjeblieft, Werner Bijl, voormalig minister van Sociale Zaken. Ja.
begint 70 met een gezicht dat nog steeds de kracht en de vitaliteit van zijn jeugd laat zien. Ja, die dokter van jou die heeft een heel goed observatievermogen. Ja, het liever dat sommige dingen wat minder scherp observeerde. Oh, je bedoelt nou die liefdescènes. Nou, wat geeft dat nou? Die zitten erin. Ja, maar wat kan het je schelen? Allemaal begrijpelijk, maar ik had liever gehad dat ze wat meer liefde erin gedaan had en wat minder lichamelijke oefeningen. Ja, Bella heeft een erotische schriller geschreven. Dan hoort dat erbij. Wat? Heeft mijn moeder een erotische thriller geschreven? Laat me eens kijken. Nee. Hé, waarom niet? Jullie zeuren altijd aan mijn hoofd dat ik veel meer moet gaan lezen. Ja, schoolboeken. Boeken waar je wat van kunt leren. Oh, maar dit klinkt alsof ik er waanzinnig veel van kan leren. Nee. Af. Nou ja. Oké, dan moet ik maar weer van jullie leren. Opa's, waar komen babytjes vandaan? Zeg, scheer je snotneus. Weg jij, wegwijzer. Let jij op of de opa's nu boven komen? Ja. Hé? Mama maakt overal een backup van. Dan moet het hier toch ergens leggen? Nou, alweer. Met Sander? Willemijn? Oh, nee. Verkeerd verbonden. Dit is natuurlijk het museum. Je spreekt met de insectenafdeling. Sorry. Wie was dat? Rob of zo? Rob? Eikel, ik wacht al een week op zijn telefoontje. Ja, had je maar niet mijn nummer hoeven te geven. Hé, ik ben je secretaresse niet of zo. Let nou op de opa's. Ja. Hoe kunnen we nou iets stiekem stelen als je sukkel steeds belt? Hé. Koud staal, heet verlangen. Yes. Het is geen sukkel. Het is toevallig wel de coolste jongen van de hele school. Wat niet? Nee. En trouwens, wat moet je met mama's boek? Het gaat over seks en allerlei kinky dingen. Ik mocht hem niet lezen van de opa's, omdat opa Rogier de hoofdrol speelt. Gadverdamme! Oh, dus je wil hem niet lezen? Tuurlijk wel, kom op, print hem. Okay. Nou, alweer. Met Sander? Rob, Willemijn! Oh nee, ik lig er met 5 in het ziekenhuis. Nee. Oh, Sander! Als jij mij dat nog 1 keer flikt, jochie, dan doe ik een Jackie Chan op je achterhoofd. Hé, kalm aan. Je moet me juist dankbaar zijn. Weer een jongen min om je zorgen over te maken. En misschien wel meer als hij het doorvertelt. Als hij nou echt aan iedereen doorvertelt dat ik Pfeiffer heb? Nou, dan wordt het dus nooit meer zoenen. Sander, mijn mobiele is kapot. Ik mag voor mama geen nieuwe. Ik mag niet op de huistelefoon bellen en jij laat me niet met Rob praten. Hé, Willemijn. Laten we nou even logisch nadenken. Waarom heb jij een mobiel gekregen? Nou, omdat ik anders de hele dag op de huistelefoon zit te bellen. Precies. Nou, en? Jij kan er toch niks aan doen als je op de huistelefoon gebeld wordt? Nee. Dus als jij elke dag, de hele dag door iedereen die je kent, gebeld wordt... Oh. Jongen, wat ben jij sloom, zeg. Nou, we stoppen op papier en ding kunnen we printen. Of Willemijn er is? Nummer 14. 15 is mijn vraag. Nee, jongeman, die heeft zich vanmiddag aangemeld bij het Vreemdelingenlegioen. Die is nu onderweg naar Cairo. Ik zal zeggen dat je gebeld hebt. Ja, inderdaad. Dag, jongen. Potverdomme, hoeveel mensen kent dat kind wel niet? Ja, leg dat ding er toch naast. Ja, dat is een goed idee. Hallo, hier is Hardy. Hey, Hardy. Ja, Joop vroeg of ik even langs wou gaan, want die probeert jullie al heel de morgen te bellen. Joop, ja. Willem, wat kan jij lang aan die telefoon zitten? Ja, dat zeg ik ook al de hele ochtend. Ja, nou, Joop wil morgen Boefie opkomen halen. Tenminste, als u dat goed vindt, professor Rogier van Kleef. Of moet ik soms zeggen, professor Roeland van Kreeft. Hoe weet u dat? Nou, Sander heeft me gisteren een kopietje gegeven. Sander, ik had het kunnen weten. Zeg, professor van Kreeft, ik heb nooit geweten dat u zo'n gepassioneerd minnaar was. Hebt u het boek van mijn dochter gelezen? Nou, ik niet alleen, Maria ook. Oh. Wil jij een kopje thee? Nou, lekker. Zeg, Willem, mag ik tegen jou zeggen dat ondanks je leeftijd, je gezicht... nog de vitaliteit en de kracht uitstraalt van je jeugd. Ja, dat hoor ik wel vaker de laatste dagen. Ja, dat kan niet wel weer hoor, Willem. Ja, hey, zeg professor, even van man tot man, hè, professor van Kreeft. Even... Op bladzijde 91 hè, pleegt u dus fraude. En dan steekt u ook 6 miljoen in uw zak. Hoe heeft u dat nou precies gedaan? Nee,
Meneer Stevens, de naam is van Kleef, niet van Kreef. Ik heb geen flauw idee. Ja, het is maar een boek, Harry, niet echt. Ja, jij zegt het. Ja. Maar als ik zo die kwaliteit op schrift zie staan, nou, dan vind ik de professor veel te bescheiden. Hè? En nou heb ik er genoeg van. Stap daar! Hé, hey, opa, je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet dood. Je bent dood, dood, dood. Gaan we lekker spelen, boek? Wie heeft de hoorn naast de haak gelegd? Ik verwacht een heel belangrijk telefoontje. Daar wil ik je eens even over spreken. Bol van Kleef ter Heurt met Willemijn. Nisha, wat goed dat je belt. Hallo allemaal. Hallo, Bella. Hé, hey, Bella, ben je weer thuis? Ja, sinds vanochtend. Ah, lekker thee. Bella, ja. Heb ik je al gezegd hoe blij ik ben dat jij weer thuis bent? Ja, dat vind ik fijn. En dan had ik een klein vraagje aan je. Hè? Kijk, de heren en ik hier hebben een discussie over de wonderenwereld van een schrijver. Ja, wat kan ik je daarbij van dienst zijn? Nou, kijk, stel, zuiver hypothetisch, hè? Ja? Stel, je schrijft een boek. Fantaseer je dan uitsluitend de figuren? Of maak je ook gebruik van de figuren uit je gewone omgeving, zoals er zijn familieleden, vrienden, kennissen, et cetera, et cetera, et cetera? Iran heeft jou iets verteld, hè? Nee, die heeft alleen een paar dagen geleden het manuscript teruggebracht. Je hebt het toch niet gelezen? Nou, kijk, dat manuscript lag hier, hè? Ja, je hebt mijn manuscript toch zeker niet gelezen? Daar stond een enorme wind. Dat was misschien wel windkracht 12. Ach, papa, heb je dan geen enkel respect voor mijn privacy? Ja, tuurlijk. Er stond een windkracht. Nou, papa, ik ben echt geen 6 meer, hoor. Nee, maar dat heeft er even niks mee te maken, hè? Nou, ik weet zeker dat Willem nooit, 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 nooit iets zou lezen... zonder het te vragen wat niet voor hem bedoeld was. Oh, nee? Nee. Willem? Hé, wat? Nou ja, kijk... Je hebt het toch niet gelezen, hè? Nou, plotseling, wie blies er een blaadje van tafel? Nou, het is echt niet te geloven. Ja, dat vonden wij ook. Wat? Ja. Hoezo? Nou, je zult moeten toegeven dat je boek toch een tikkeltje risqué is. Ja, en nou weten wij ineens veel meer over het privéleven van professor Van Kleef, van Kreeft dan we ooit hadden durven denken. Meneer Stevens, voor de laatste keer, de naam is Van Kleef, niet Van Kreeft. Het is een fictieve situatie, een fictieve figuur. Nou, de afgelopen dagen piepte je wel anders. Nou, ik wist het. U bent professor Van Kreeft. Harry. Je hebt mijn boek toch niet ook gelezen? Is er nog iemand in het huis die mijn boek misschien niet heeft gelezen? En hoe komen jullie eigenlijk aan al die kopieën? Nisha, ik moet ophangen. Doei. Nou, Sander, wacht op mij. Zo. Huiswerk. Nou, ik vind het een ramp. Zeg, maar nou even heel serieus. Ben ik het of ben ik het niet? Wat? Nou, Van Kreeft, Van Kleef. Ach, wel, nee, natuurlijk niet. Oh, dat is... Oh, dus jouw boek is niet gebaseerd op persoonlijke ervaringen? Nee. Ja, nou ja, natuurlijk. Elke schrijver gebruikt persoonlijke ervaringen. Oh ja? Ook bladzijde 92? Wat staat er op bladzijde 92? Nou, dan is de heldin, die staat op een balkon met twee fluitisten. En die fluitisten, die spelen dan voor haar op hun fluit. Zeg, meneer Stevens, natuurlijk is dat een fictieve situatie. U hebt het wel over mijn dochter, hè? Ja, elke liefdescène is pure fantasie. Oh ja, jouw fantasie? Ja. Nee, ja. Nee, niet op die manier, gewoon verzinsels. Oh ja, bladzijde 86 ook? Ja, dat is ook verzonnen. En bladzijde 123, 24, 25, 26, 27? Ja, dat is allemaal verzonnen. Nou, ik vraag het maar, want dat duurt namelijk 5 bladzijden lang. Ze hebben de Stevens, we kunnen allemaal tellen, hè? Vroeger hield men zich wel aan de normale regels van het fatsoen. Een liefdescène duurde hooguit 3 regels. Ja, dat is nou precies het verschil tussen mannen en vrouwen, hè? Een man kan het in 3 regels af, en een vrouw heeft toch zeker een paar bladzijden nodig? Ja, maar ook veel meer commas en punten, hoor. Dat is niet leuk, Willem. Nee, Willemijn is van huis weggelopen. Die hangt nu aan het trapeze in een circus. Oh, ja, nou hoor ik het. Dag, mevrouw Meijer. Nee, dat was een grapje. Ze is niet echt weggelopen. Wat kan ik voor u doen? Oh, ja. Voor jou, Bella. Ze komt eraan. Alsjeblieft. Mevrouw Meijer. Mijn boek. Hoe komt u aan een kopie van mijn boek? Oh, nee. B-
Brave hond, brave hond. Goed zo. Blijf! Blijf! Af! Shit, oh shit. Boefje, apport, boefje. Apport! Wat? Is een stokje nou niet goed genoeg? Nou, ga dan! Het is een hele dure, hoor. Een echte Paolo Rossi. Oh shit. Oh shit. Help! Nou, oké, Bella. Hier heb je ze terug, hè. Nou, even goede vrienden. Dan ga ik maar weer eens op huis aan. Zeg, meneer Stevens. Wat heeft u daar in de handjes? Huh? Oh, bladzijde 192 en bladzijde 193. Ach. Ja, die wou ik even kopiëren voor Joop. Leg u even lekker terug. Oh. Nou ja, even goede vrienden. Hoor. Mm. Ik kan nooit weten. Ja. Wat is er toch met die hond aan de hand? Sander! Oh, die zit vast met de koptelefoon op, hoor. Welke hond? Ja, hij past op die hond van Jopie. Help! Help! Dat lijkt wel Ilan. Oh, hij wordt aangevallen. Oh jee. Ach zeg. Hey, daar gaat ik hem weer eens vandoor, ja, hè? Dag, dag. Wel, verdikke me. Heb je nou toch die blaadjes meegepikt? Ach, laat maar zitten. Ook een meid schelen. Opa's, heeft nog iemand voor mij gebeld vanochtend? Oké, Willemijn, jij hebt gewonnen. Jij mag een mobieltje gaan kopen. Maar ik hou per week 10 gulden van je zakcenten in tot je het afgelost hebt. Is dat een deal? Deal. Oké. Zeg, Willemijntje, lieverd. Waarom schrijf jij niet eens een boek? Hoe belaas ik de opa's? Het is veel te moeilijk voor jullie. Pas op, hij probeert me steeds te bijten. Oh, zo'n lieve puppy. Een labrador? Een puppy. Haal hem alsjeblieft weg. Vertel jij me eerst maar eens waarom je dat manuscript aan mijn vader en Willem hebt laten lezen. Wat? Ja, dat manuscript, je weet wel, dat alleen jij mocht lezen en dat nu ondertussen de hele buurt gelezen heeft. Ja, maar ik kon er niks aan doen, die hond viel me aan. Is dat je excuus? Ik ben aangevallen door een puppy. Ja, maar wel een hele gevaarlijke puppy. Oh ja, levensgevaarlijk. Nee, oh papa, pak een geweer. Ilan wordt aangevallen door een levensgevaarlijke puppy. Leuk hoor, leuk grapjes maken over de angsten van een ander. Oké. Zeg maar, wat vond je nou echt van mijn boek? Jouw boek? Ja? Nou, het begint heel sterk, maar na pagina 100 verlies je de focus een beetje. Huh. Zeg, heb jij honger? Nee. Ik vond het goed. Ik vond het goed. Heel strak geschreven. Het hele boek. Zeg, wat is er hier aan de hand? Wat doe jij op die tafel? Hij is bang voor de hond. Voor Boefje? Nog steeds? Ja, maar hij heeft heel scherpe tanden. Ah, Belletje, red die jongeman nou toch even. Dat kan ik toch niet? Ik moet toch een levensgevaarlijke puppy in mijn dwang houden? Hé, hey, hoorde ik Boefje blaffen? Oh, je komt als geroepen, jongen. Je moet Ilham redden. Ilham? Ja. Maakt u zich geen zorgen, jongeman. Mijn kleinzoon komt je redden. Dank u vriendelijk. Ja, je hebt trouwens mazzel dat je er gisteren niet was. Toen is Willem bijna aangevallen door een caviar. Laat maar hoor, Boefje. Laat die kleinmama met rust. Zeg, wij gaan vast een kopje koffie inschenken voor de schrik. En de kust is veilig hoor, Ilan. Hé, hey, wat vond je nou echt van mijn boek? Echt? Ja? Nou, ja, ik vind het goed. Ik vind het goed. Je wijdt wat veel uit hier en daar. Maar ik vind het goed. Nou, vanaf de eerste bladzijde wilde ik het niet neerleggen, hoor. Meen je dat? Ik denk dat je wel een uitgever vindt. Je bent niet gebeten door dat hondje, hè? Nee. Want ik vond het wel zo raar. Ik zie geen verwondingen. Nee. Het is voor de eerste keer, hoor, dat ik jou zo onaangetast zie. Nou, het staat je best. Huh? Nou, kom eens van die tafel af. Ik help je leven, hè? Ja. Oh, sorry! Thank you.